Ik durf wel te stellen dat ik de beste vriend ben van Vincent. Ik spreek hem eigenlijk iedere dag eventjes Skype of FaceTime, even bellen. Vroeger speel je de hele dag de PlayStation, ben je altijd toernooitjes aan het spelen met het Nederlands elftal. En hij heeft toen eigenlijk altijd al gezegd van ja, ooit gaan we met mij spelen, zei hij. En nou lijkt het ook echt te gaan gebeuren. Ja, ik ben eigenlijk vanaf de F6 stand, het eerste jaar dat wij zijn begonnen met voetbal. Ja, toen zijn wij samen eigenlijk in een team gekomen. Ja, gewoon zijn fanatisme gewoon. Hij is zo gedreven, misschien zelfs onbewust. Hij joeg de hele wedstrijd en dat zie je nu ook nog, hè, hoe die in het veld rondloopt. Hij is heel erg gedreven. Als het hem te lang duurde, dan liep hij de verdediging in en dan pakt hij gewoon de bal af van zijn eigen spelers. En dan liep hij naar voren en dan scoorde hij. Die jongen die maakte gewoon minimaal 50 doelpunten per seizoen. Van eigen medespelers pakt hij ze gewoon af. Om maar één? Ook van mij, ja, van iedereen. om maar gewoon alleen maar die doelpunten te maken. Hè. En hij wil gewoon koste wat kost winnen. Jansen voor de 2-0. Ja, 2-0. Het is wel gedaan, dank je. Maar hij gaat weer achteraan. Hij is kopsterk. Hij is snel. Hij houdt van duels volgens mij zelfs. Hij houdt altijd zijn kont erin en hij houdt echt niet van verliezen, denk ik. Ja, hij werkt er altijd voor. Dus ja, het is echt een werkertje. Ja. Niet zoals Kramer die af en toe. Nee, ja, die kantje eraf loopt. En ja, ik denk dat hij ook altijd. Ja, die loopt kantje eraf. Ja, hij is heel erg volwassen, vind ik. En ook nog vrij bescheiden. Wat is dat? Karakter? Is het de regio? Nou, ik denk de regio en zijn karakter. Want hoe is die regio? Hier doe je normaal, hè? Ja, hier gewoon. Ze mogen gerust weten waar wij vandaan komen. En ik denk dat hij zichzelf blijft, dat is het belangrijkste. Vincent, die heb ik niet vaak nerveus meegemaakt. En dus ik denk ook niet dat het gaat gebeuren. Ik zei ook van, dat jullie langs zouden komen. En ja, dat is toch best wel. Moet ik het allemaal zeggen, zeg ik tegen hem. Hij zegt, schijt, boeien, doe wat je wil. Dan ga je het er niet druk om maken. Hè? En ja, nee, hij maakt dat is ja, dat is die het. Ja, zeker. Denk ik echt. Jansen voor de 1-0. Ja, dat is wel keurig ingeschoten. Hij zou heel graag wel een stap in Engeland maken natuurlijk. Hij is wel iemand die erin kan kletsen. Sterk. Dus het zou voor hem een hele mooie stap zijn. Dat is toch, ja, de mooiste competitie wel, die er is, denk ik.